Hallo lieve mensen, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van de lokale Omroep Stijn. In het kader van een schoner milieu hebben in Meers een groep vrijwilligers de handen in elkaar geslagen om langs de paden en in de struiken in en rond Meers het zwerftuil te gaan opruimen. Onze cameraman is meegelopen en heeft de volgende opname gemaakt. Nou, dames en heren, in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen hebben we allerlei dops, zoals dat zo schoon heet, en die zitten per kerkgemeente, mogen die verdeeld worden. Meers zit er ook een, en vanuit die dop Meers is eigenlijk een verder idee gekomen voor Ger even met de heer Jo Jansen met Wille van Kallen. Meneer Jansen, het het schoon Meers mogen gaan nemen, dat we het gaan hebben over, we gaan het schoon maken. Precies. Ja. Ja. En dan vragen we natuurlijk, waar is het idee vandaan gekomen, waar liggen de grondleggers? Nou, het idee is eigenlijk geboren uit een particulier initiatief. Truus Meets is eigenlijk de grondlegger, die is pakweg 2012. Leep die wijl nog een vrije vuil. En de zuur is van alles nog het liggen. Iedereen ergert zich eraan, maar neem eens dit gaat. En dan kan ze wel zeggen van de gemeente doen gaat. Maar dat gaat ook allemaal niet. Dus hier is begoos. Die had dat verzameld, die had afspraken gemaakt met de gemeente. Het huisvuil wordt bij haar opgehaald. Toen is het dorpsontwikkelingsplan is gekomen van Meers. Dat was geloof ik een van de eerste, of niet de allereerste. Ja. En daar zaten vooral de bijen in de vervarenzaal. En toen zag ze ook van, zijn we erachter gekomen dat we zelf die idee hadden. En toen hebben we samen afspraken met de gemeente gemaakt. Ging in het begin een beetje moeilijk. We moesten elkaar ook weer een de tijd gunnen om elkaar te vertroeben. Ja. En om mekaars cultuur een beetje te leren kennen. Ja, en toen wisten we doen schrangen. Twee man. En ik pak weg 2013 en we zijn nu met een man of 12. Ja. Een van de grote ergernissen die men in Nederland natuurlijk heeft, als het gaat over God wat erger dus nu, is inderdaad zwerfvuil. Daar had Ger en Meers natuurlijk ook een portie van. Niet alleen langs de Maas. Niet alleen langs de Maas. Ik moet trouwens zeggen, langs de Maas, dat huiver niet, ja, om dat zwammer eens te zeggen, in ons pakket zitten. Ja. Omdat het gebied is van natuurmonumenten. En waar het gebied van is, die moet er ook zorgen dat het opgeruimd wordt. En die hebben nou een eigen regeling voor, waarbij ze verenigingen aanspreken, Vervaar heeft dat gedaan, verschillende ik geloof dat nu ook een carnavalsgroep door zijn werk deed. Die doen er één keer per jaar. Mm-hmm. Maar buiten dat natuurgebied hebben we weer gewoon eigenlijk het ganse centrum, het beboede gebied, plus ja. het buitengebied van Meers. Ja, dan kom je dus op een bepaalde dag bijeen en we gaan met een aantal vrijwilligers. Hoeveel zijn er dat zo ongeveer? Nou, het zijn er doen een man of 12. Man of 12. En we hebben geen vaste dag dat we bij elkaar komen. We doen dat wel eens 1, 2, 3 keer op een jaar, ja. Dat ze elkaar ook eens een keer zo is. Maar we hebben het gebied even verdeeld over stelkens. Dus twee man, die hebben dat en dat gebied hebben ze aangewezen. Dat komt toevallig bij hun goed uit. En die zorgen gewoon dat dat in orde blijft. Die verzamelen de afval. Die komen in plastic zakken. Die plastic zakken werden bij mij afgeleverd. En ik zorg ervoor dat die op bepaalde tieren, als ze te veel waren, dat ze bij de gemeente terechtkomen. Dan neem ik contact op met de gemeente. Dan komen die zaak, die komen dan uiteindelijk bij jeugd. Geeft de lui eens een indicatie, of in ieder geval zij kalf, wat komt er op je heen op zo'n dag? Op een periode moet ze eigenlijk overkallen. Ik wacht zelf tot ik pakweg een 15 zeg heb, maar als je nog eens kijkt wat over een gans jaar opgehaald wordt, dan denk ik, als we dus eerst van 2013 waren als groep bezig, 2014 en 2015 uiteraard, dat we 2013 pakweg een 130 zakken hebben opgehaald, 2014 pakweg een 120, dus dat zit ook in die buurt. 2015 ziet er nu uit dat we richting 90 gewoon. Ja, er zit een dalende lijn in. Ja. Is dat een misschien toch al een positief effect van de actie, Schoon Meers? We hebben het idee van wel. We hebben in al die jaren het nemen metgemaakt dat ze als een gekke Henkie gezin wordt. De lui die hebben er best wel respect voor en die vinden het fijn.
dat de omgeving van hun een beetje in orde gehouden werd. Ja. En dat er werd alleen maar positieve reacties op. Ja. En wellicht werkt er ook door dat men een klein beetje bewuster omgeeft ermee. Ja. En ook de kenner. Dat woord zuiver is, dan wil ze het geen zuiver houden. Precies. Ja. Nu nummer gaan, je komt er nogal wel, je hebt plastic tegen en dergelijke dingen, de lege tuutjes en de colaflesjes enzovoorts. Maar zitten er ook excessen bij, want je zegt, ja maar jezus, wat voor mij moet toch tegenkomen? Dat gebeurt een paar keer op jaar. En dat wordt echt grof gestort. Eén keer heeft er metgemaakt dat gegarandeerd een complete kipwagen omgekipt is geworden. Er waren in het boetegebied, in de buurt van de boommonumenten, er was de weg gewoon onbegaanbaar. Er lag de breedte van de weg tot en met de afrassering. Er lag afval, pakweg een meter waag. En dat moet dan helaas weer door de gemeente opgeruimd worden. Ja, dat kan geen niet doen. Nee, daar beginnen we niet aan. Nee. Dat geeft uiteraard ook niet. Nee. Maar er zijn er ook die wat een verboemingsgen hebben, of die wat gewoon een zooi kwijt moeten. En die hebben dat op een aanhanger liggen en die kippen dat ergens op. Ja. En dat, daar maken we een melding van, omdat in dat gebied, in het boetegebied, ook heel veel hebben te doen met Lorti. En die hebben ook gezegd, Loeser, als bij ons gaat leek, dan maak melding bij ons en dan kijken weer of de gemeente of weer zelf dat opruimen. Ja. En dat werkt. Ja, werkt samenwerking goed. Met de gemeente is heel belangrijk, hè? Want die samenwerking is natuurlijk belangrijk. Ze komen het allemaal ophalen, ze zorgen dat het verder weg komt enzovoorts, houden de initiatieven. Die samenwerking lukt voor lukt goed. Daar heb ik gezegd van Loris is de bleefst dat doorgaan. Lukt goed, maar voor zijn ook de gemeente zijn verdeeld als een instituut wat op de afstand zit, maar de gemeente zit er met z'n allen. Ja. En dus eigenlijk. Dat geldt niet alleen het gemeentehuis, maar dat geldt de hele gemeente. Precies. En als ze netjes met elkaar omgeeft, dan lukt dat vanzelf. Ja. Dus vrouwen meer Joan. Vrouwen meer Joan, ja. Kijk, en dat is het idee van Joan. Dat is het idee, ja. Goed ja. Zo. We'll be right back.